Welkom allemaal, ik ben Lieneke Lijn en we gaan aan de slag met het urban sketchen. Ik kan me voorstellen dat als je net begint met het urban sketchen, dat je niet meteen naar buiten wilt. Dus ik heb een prachtige opdracht verzonnen om toch aan de slag te kunnen gaan met dat mooie urban sketchen. Ik ga je namelijk je eigen deur laten tekenen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even proefdraaien met een referentiefoto van een deur. Daarna neem ik je mee hier naar beneden, naar mijn eigen balkondeur, zeg maar. En dan laat ik zien hoe ik dat op papier zet. Maar we beginnen dus eerst even met een startersdeur. En dat is deze. Ook niet echt een spannende deur. Zelfde deur. Er groeit een plant naast, een struikachtig, klimopachtig iets. Maar deze deur is al heel anders. Want wat zien wij? Hier loopt de muur. En hier. Dus we krijgen al meteen te maken met perspectief. Dus deze lijnen, als die door zouden lopen, krijgen die een punt waarin ze verdwijnen. En hier zien we ook verdwijnlijnen. Dus dit is al meteen een wat spannender compositie. Zie? En deze lijn van de deur gaat naar beneden toe. Deze lijn van de deur gaat naar boven toe. Hier naar beneden, hier naar boven. Dus dit hier is de achterste wand. Zeg maar. En dit levert mij al meteen een veel spannender plaatje op. Ook hier zie ik schaduwen op die deur vallen. En dit is blijkbaar een schuurdeur, want hier zie ik iets van een zo'n droogmolen staan. Ik zie ook wat weerspiegeling in het glas. Dat is doorlopende perspectieflijnen. Dus dit wordt al veel spannender. En als je nu kijkt naar de bakstenen, dus de voegen tussen de bakstenen, ik zal er eens een paar uittekenen, dan zie je dat deze ook in perspectief lopen. En op een bepaald punt worden ze horizontaal. Dus 100% recht. En je kunt het dus zien. Dus dit is een hoek, een hoek, een hoek, een hoek, een hoek. En op een bepaald punt, dat is hier, denk ik. Ja. Ik heb hem gevonden. Op deze voeg wordt hij dus horizontaal. Dus dat is grappig. Dus hier gaan die bakstenen naar beneden. Hier gaan ze weer een beetje omhoog. Hier is wat lastiger te zien. Hier zit een struik voor. En hier gaan ze langzaam maar zeker weer, net als die onderste lijn, gaan ze langzaam maar zeker een beetje naar beneden. Dat is eigenlijk het enige wat ik in de gaten hou. Waar worden de lijnen horizontaal? En dan weet ik meteen wat. Dus de ooghoogte, dus de persoon in kwestie heeft staand een foto gemaakt. En dit wordt al een veel spannender geheel. Ik zal hem eens hier een beetje in het klein maken. Ik teken eerst de achterste lijn. En dan schat ik in hoe die verdwijnlijn gaat. Ongeveer zo. En hier beneden ongeveer zo. Dus daar hou ik rekening mee. Hier loopt die veel meer zo. Dus ook als ik hier in deze tuin zou staan. Hier zit dan een stuk witte lambrisering. Zo. De deur. Sponning. Dus nu heb ik al een heel ander uitgangspunt. Nou, als dit de deuropening is. Zo. Dan ga ik kijken van, oké, die deur valt
binnen die spanning. Zo. 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 Ik zie verder niet een dorpel, zeg maar. En ik zie 3 scharnieren ook weer. 1, 2, 3. En het raam van binnen, dat gaat dus ietsje, want hier is mijn horizontale lijn. De horizonlijn, om en erbij, ietsje hoger zo. Even ter reminder voor mezelf. Dat raam valt dus ietsje zo. Dus gaat iets naar beneden. Zo. En hier gaat hij mee met de deur. En dan zie ik een heel klein binnenrandje van het glaswerk. Alles heeft een dikte. Zo. En die deurklink, die zit hier. Die valt net voor dat raam langs. Hier zit een sleutelgatje. En dan zie ik hier een binnenwerkje. Zo. Die loopt weer mee. Binnenwerkje. En deze houten planken, die lopen weer zo. En die lopen dus, ik hou deze lijn in de gaten. En dan langzaam maar zeker, dus die lopen weer mee. Met mijn allereerste hulplijn. Zo. Zo. Veel spannender deurtje, zeg maar. Nou, verder zie ik dus de muur. De muur die maakt dan gewoon even zo'n kartellijntje. Van de baksteentjes zo. Heel globaal. Hoep, hoep. Dus dan maak ik een soort van markeringje voor mezelf. Dat dit bakstenen zijn. Want ik ga niet ieder baksteentje tekenen. Maar gewoon een paar. Hier lopen die bakstenen dus parallel aan deze. Hier worden ze horizontaal, die bakstenen. En hier zullen ze ietsje naar beneden lopen. De bakstenen hier hebben iets meer perspectief in zich. Dus ook hier maak ik weer een klein onderbroken randje. Die kun je net zien zo. En daar lopen dus die voegen hier naar beneden. En die worden dan langzaam maar zeker, gaan die steeds rechter en rechter worden en rechter. Totdat ze hier helemaal horizontaal zijn. En dan gaan ze naar boven, naar boven, naar boven en naar boven. Nou, hier zit betimmering. Dus 1, 2, 3, 4 planken maak ik even. Die laat ik meelopen. Het is een beetje gepotdekseldachtig. Gepotdekseld, zo. En hier lopen ze dus parallel aan deze lijn. Dus gepotdekseld, gepotdekseld. Steeds hoger en hoger. Even kijken. Nou, daar zit weer een klein stukje aan, zo. Dus dit wordt al een veel spannender deurtje. Nu al. Hieronder zie ik iets van een dorpeltje. Heel klein beetje. En hier groeit dus die struik uit. Dus die geef ik gewoon aan. Met van die
Wacht, wat is het? Beetje wiebellijntjes, zo. En dan zie ik hier dus die tak gaan. Dus die benader ik dan maar een beetje. En die tak die gaat hiervoor langs, zo. Hup. Zo. Wisteria-achtig, wat is het voor plant? Er zit ook nog een begeleide paal, zie ik erachter zitten. Kan ik er ook wel even in tekenen. Even kijken, begeleide paal. Nou. En daar komen dan allemaal van die zijtakken een beetje uit. Ik denk dat het een blauwe regen is of iets. Dit is die, hier zit een dikke knokel. Ik zal het eens wat donkerder maken. Zo. Dus hier zit zo. Dus ik ga helemaal niet heel precies te werk. Maar je kunt dus al wel zien hoe gaaf die plant daar groeit. En hier hangen wat kleine blaadjes onderuit. Dus het is ja, een beetje herfstig. Hij zit niet vol in het blad. Ik zie wel dat het zonnig is. Want ik zie duidelijk hier. Dus hier loopt die tak. Van die struik, zeg maar. En hier loopt dan weer een schaduw. Dus dat is wel gaaf. Schaduwen doen ook heel veel voor je tekening. Dus let ook altijd goed op de schaduwen. Dit zijn die bakstenen een beetje zo. Hoep, hoep, hoep. Teken ze zeker niet overal. Als ik maar ongeveer wel de richtingen aanhoud. Nou, hier loopt dus die schaduw op die deur. Dus die komt hier vandaan, zo naar beneden. De schaduw. En als ik dus met mijn aquarelpapier zou werken, dan zou ik hier zeker dus meteen eventjes met aquarel ingaan. Maar we hebben nu even alleen maar een pennetje. Het is puur even een schetsje. Nou, ik verleng die voegen een beetje. Dus je ziet ze langzaam maar zeker horizontaal worden. En vanaf die horizontale lijn gaan ze dus naar boven toe. Steeds verder. En dit zijn dus ook weer bakstenen. Dus die doe ik af en toe even zo onderbreken. Dat doe ik helemaal niet heel precies. Ik doe dat echt. Verticaal is altijd verticaal. Die hou ik heel recht. Ploep, 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 ploep. En dan zie ik hier nog meer schaduw. Kijk, hoor. Ik zal die takken even helemaal afmaken. Die loopt zo mooi door die witte lambrisering heen. Zo. Donkere blaadjes en takjes eruit. Ook hier ben ik weer niet heel precies. Je ziet dus al dat als je dit nu al vergelijkt met de eerste tekening, die heel recht was, is deze al meteen veel, veel leuker om naar te kijken. Dit vind ik ook erg leuk. Wacht, we maken eerst die schaduw hier even af. Hier zit allemaal schaduw. Dat loopt ongeveer zo, die schaduw. Takjes, takjes, takjes. En hieronder zit ook veel schaduw. En die schaduw kan dus zelfs ook een beetje zo doorlopen hier. Onder die plant door.
Zo. Ik zie hier wel iets van een stoep, maar er zit toch ook wel schaduw. Kan ik niet zo goed zien. Nou, dat laten we dan gewoon. En dat glaswerk, dat is heel donker. Ik zie hier nog een klein beetje schaduw. Op die deur, zo. Komt hier vandaan. En ik vind het dan wel leuk om die, om dat droogrek er een beetje in te tekenen. Hier staat een droogrekje, zo, huppatee. En ja, ik zie die weerspiegeling. Hier zit blijkbaar nog een andere deur, die zie ik weerspiegeld in die ruit hier. En dit is allemaal hartstikke donker. Zo. Ik zie ook verder geen echte weerspiegeling van licht. Zo. Nou, superleuke deur hebben we nu. En dat is dan alleen nog maar even met een kraspennetje gedaan. Maar je ziet dus echt wel hoe gaaf dan ineens die schets geworden is. En dan zitten hier ook nog allemaal schaduwen en zo. Dus ja, dat kun je allemaal erin gaan tekenen. Je mag het ook best wel heel losjes doen. Met een hele losse hand. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien hoe die grillige struik dus afsteekt tegen die strakke deur. En misschien heb je zelf thuis nog wat potten en plantjes staan, dat soort dingen. Nou, die kun je er dan dus ook in tekenen, mocht je die hebben. Potjes zijn altijd heel leuk. Misschien zit deze in een potje. Nou, dat kan. Dit verzin ik nu dus even. Maar hou je zoveel mogelijk aan de werkelijkheid. Met wat je dus aantreft. Nou, hier zit wat schaduw. Kijk, en daarna. Ja, hoeveel en hoe ver je hem dan helemaal gaat invullen. Ja, dat is helemaal aan jou zelf. Dus, de pot is leeg bijvoorbeeld. Dat is leuk. Misschien ligt er nog een matje voor. Hiervoor, nou, dat kan. Of een stoepie of iets. Maar dan zou ik hem zo dus uit gaan werken, zeg maar. Nou, ik heb mij geïnstalleerd inmiddels beneden. En ik ga de eerste opzet doen. Zoals ik dat zou doen. Ik heb mij lekker in een stoel gezeteld. Ik heb een wat groter schetsboek gepakt, zodat jullie goed mee kunnen kijken. Voel je daar vooral vrij in of je kleiner of groter wil schetsen. Dat maakt niet uit. En dan ga ik dus kijken naar mijn deur, naar het balkonnetje toe van mijzelf. En dan ga ik hier schetsen. Daarna ga ik het boven eventjes verder afmaken. Nou, eerst kijk ik eens goed van, nou, wat wil ik nou precies tekenen? Ik zie de deursponning, zeg maar, zie ik. Dus die gebruik ik dan maar als een eerste leidraad. De deursponning. En als ik dan goed kijk, als ik mijn potlood, of pennetje in dit geval, recht hou, dan weet ik precies van waar worden de lijnen recht en waar duikelen ze naar beneden. Die onderste deursponning bijvoorbeeld, die loopt duidelijk naar beneden af. En verticaal is verticaal, dus dat kan ik gewoon zo aanhouden. En wat me dan opvalt is dat dus die deurpost heeft een bepaalde dikte. Het raam komt hier. De deurklink komt ongeveer hier.
Dus al die kleinere details, die ga ik straks boven doen. Eerst wil ik de grote hoofdlijnen hebben en natuurlijk de sfeer die ik proef tijdens dit schetsen. En wat ik ook zie is het kattenluik. En ik zie ook dat hij een beurt nodig heeft. Zo aan het eind van de winter. Maar dat kattenluikje, dat wil ik er dus absoluut in hebben. Want dat is heel typerend voor ons huis. Dat de katten echt naar buiten kunnen. Ook hier zie ik weer de dikte ervan, de diepte ervan. De divan van Rembrandt, die moet er absoluut bij. Zijn divan, daar zit hij altijd zo graag in. Die heeft ook een rugleuninkje, dus die moet erin. Mercy is inmiddels net naar de slaapkamer gegaan. Maar ik zie dus een stukje van de verwarming. En daar hangt dus overheen die hangmand. En die hangmand wil ik er absoluut in hebben. Dan kijk ik ook weer naar de lijn die hangmand maakt. En dat is echt heel schuin. Zo, je ziet daarachter ook nog eens een spiegel. Om het extra ingewikkeld te maken. Dus dan zie je eigenlijk een soort van spiegelbeeld daarin. Maar dat is verder niet heel belangrijk. Even kijken hoor. Nou, dat. Dan houdt dat raam hier zo'n beetje op. Dus hier komt weer een sponning. Ook die heeft weer een dikte. En hier hangen dus, even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, allemaal van die. Er staat zo'n metalen rekje. En daar staan dan weer allemaal plantjes in. Maar die staan dus buiten. Met plantjes daarin enzovoort enzovoort. Maar dit is dus binnen. Binnen. Die lijnen maak ik wat dikker. Binnen. En dit zijn dan dus die horizontale planken. Dus eigenlijk heb ik nu al voldoende om de boel uit te werken. De buitenkant. Hier komt dus het raam te zitten. Nou, dan gaan we eens kijken. Verschraalde koffie kan ik kiezen. Ik kan zelfs kiezen voor de verschraalde koffie met een beetje Pine is Grey. Maar ik wil een hele grote, ik wil een donker vlak creëren. En dan wil ik ook met een beetje witte gouache aan de gang. Dus dit wordt allemaal donker. En dat is even lef. Maar maak je niet te veel zorgen daarom. En hier komt licht doorheen, door dat kattenluik. Pak nog een beetje op. Daar komt licht doorheen, dus dat kattenluik spaar ik uit. Zo, en dit is dus dat matje. Nou, stop ik hem zo een beetje af. Zo, dan pak ik mijn ronde penseel. Want dan ga ik eventjes, hier zitten ook nog donkere stukjes in. En die kattenkooi. Die hou ik een beetje blauwig. Dus doe ik gewoon een beetje Pine's Grey en een beetje blauw. Zo. Niet te veel water. Dan kan ik mooi even de onderkantjes van van het metalen rekje doen. Zo. Maar dus ook de kattenkooi zelf doe ik. Hier mag die ook wel wat donkerder worden. Ook in die spleetjes hier. Dus je ziet al dat ik niet super
precies werk of zo. Hoeft helemaal niet. Door her en daar een heel klein beetje kleur in te geven. Dan trek je dat toch echt wel op. Hier stond een bosje bloemen, maar nou, verwaarloosbaar. Een beetje een blauwe groen. Zo. Even kijken hoor, dat zit hier allemaal. En hier. Zo. Bij de buren. Hier zit zo'n hangmandje. Waar de katten ook in zitten, die hangt buiten. Dus die zie ik niet heel duidelijk. Dus die geef ik alleen maar aan met wat wazige tintjes, zeg maar. Het is leuk hoe dat licht al naar voren komt, zeg maar. Dit is allemaal wat grijzig. Dus hier mag die allemaal donkerder worden. Behalve natuurlijk dat kattenluikje. Hier is het wat lichter, zeg maar. Hier is de donkerste. Even zien. Hier zit die verwarming. Dit is die kattenmand met Mercy. Allemaal donker. Dit is ook wel donker. Superleuk. En dit is natuurlijk heel, heel, ja, onduidig, zeg maar. Dus dan hou ik dat ook maar lekker zo. Leuk. Hier komt licht naar binnen natuurlijk. En hier mag die het donkerst worden. Als ik zo door mijn wimpers kijk, door mijn ooghaartjes heen kijk... Dan zie ik hier dus de donkerste waarden. Hieronder, bij de spiegel. En stel je vindt iets te fel of wat dan ook, kun je er altijd met witte gouache overheen. Of je bent binnenin, heb je een stukje wit vergeten. Dat kan, bijvoorbeeld ik wil dit lekker wit laten worden. Kun je er altijd met een beetje witte gouache overheen. En dan kun je dus de boel weer oplichten. Maar hier zie ik echt mooi blauw. Dus doe ik even wat. Hier wat blauw zo, blauw. En hierachter zie ik ook nog een beetje blauw. Zo. Ik zet het bij Tutorial Tekenclub bijvoorbeeld. Tutorial Tekenclub. Dat is voor mij een leuke reminder dat deze op de club staat. Tekenclub. Ploep, 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 ploep. En dan zie ik jullie in een volgende Urban Sketch Tutorial. Groetjes van Lieneke.